Hallo dames en heren, welkom bij LOL in Disneycraft aflevering 40. En er is iemand een bezoekje komen brengen in de server. Daar ga ik het onmiddellijk over hebben. Professor Nagaas is langs geweest, jongens. Ik ga het er uitgebreid over hebben, samen met Jaron. Hallo. En Jaron Hallo. Heeft ook VIP. Ik heb hem dat gefixt. Ik heb een retweet actie gewonnen en zijn naam daarop gegeven. Een maand VIP. Dank aan Foxyboy Matthijs. Iemand vraagt voor de Space Mountain aan. Ja, ik ga gewoon mijn tour doen. Maar laat ik beginnen bij het begin. Wie is professor Nagaas? Nou, dat is dus een professor, spreek voor zich. Oh, dat is een professor. Maar het is dus zo, hier staat hij zelfs, hij heeft de server overgenomen. Laat ik beginnen bij het begin. Vorig jaar heeft hij het ook geprobeerd en dat is hem mislukt. Gelukkig. Maar dit jaar is het hem dus wel gelukt. Hij heeft dus een virus gemaakt met de crewleden, of door crewleden. Hij heeft dus crewleden ontvoerd en daar een virus doorgemaakt. En hij heeft dus dat over de server heen gegooid. Zombies zijn er gekomen. Heel veel medekijkers, hier staat een zombie van Leroy. De dingen zijn aangetast, deze cashier is aangetast. Alle water is gewoon lava. Alle water is lava geworden. Kijk, alle medewerkers zijn aangetast. Mijn skin, ja, ik heb hem expres een beetje veranderd. Maar wat er nu wel extra is, ja, één ding, de attracties werken waarschijnlijk niet allemaal. Wat heeft hij dan wel geregeld? Hij heeft 6 scarezones neergezet. Nee, de teleuten is gewoon plat gebrand, hè? Ja, dan laten we daar even mee beginnen. Waarom? Teleuten is plat gebrand. Ofwel heeft professor... Ofwel heeft Nagaas het gedaan, ofwel heeft Robby gewoon een dikke scheet gelaten en toen was het ook kapot. Kan ook. ja, laten we even wat schade gaan opmeten. Terug naar het hotel. Laten we beginnen met het begin. Ik ga eerst mijn deur even dicht doen. Ik hoor net dat mijn vader van mijn coach is gaan trainen. Maar ja, dit is allemaal lava. We kunnen dus ook helaas niet door met het bezoeken van de attracties. Ik vorige week zei Alice in Wonderland gingen we normaal doen. En nog een loopattractie eventueel. Kunnen we dus niet gaan. Ja, we kunnen het wel gaan doen, maar in deze sfeer is het niet echt leuk. Dus we gaan even verder. Jullie zien hier zelfs Chip en Dale zijn. Ja, het zijn zombies geworden. Dus dat, toen jij er nog niet waren, hè. Mm-hmm. Ik was de enige VIP op de server. Er waren maar 3 anderen en nu is het gans vol. Ja, het valt mee. Als jij joint, dan... dat was mijn gsm. Ja, dat... Je ziet hier zelfs het huisje van Katrien. Duk is helemaal verwoest. Vet is verwoest. Het kroeghuis staat in de brand. Er staat een dikke boom in één keer. Alle huisjes zijn aangetast. Er liggen overal bloed op de grond. Het is echt rampzalig. Het ergste van alles... Jullie weten allemaal, 2.0 is geopend, Constantine wou de serveropening verpesten. Ze hebben hem gevangen en Leroy heeft hem een eilandje gebracht. Helaas, helaas, helaas. Wat hè? Professor Nagaas heeft Constantine laten ontsnappen. Constantine? Constantine. Constantine, ja, Constantine van de Muppets. Ah, die. Die wou de hele server opblazen met de opening van 2.0. Dat is hem gelukkig mislukt, maar nu is hij dus wel ontsnappen. Ja, dat is het verhaal erop. Ik weet niet wat er nu nog verder gaat gebeuren. Kijk jongens, hier staat een parasol aangetast en alle lantaarnpalen zijn aangetast. Het kasteel is gewoon afgesloten geweest. Infectie kan je niet meer door. Dat is echt erg. Je kan er gewoon niet meer door. Het is de kant afgesloten. Ik ga toch proberen om er binnen te komen. Nee, het is echt onmogelijk. Hier staan allemaal hekken. Allemaal hekken staan. Je kan er gewoon niet meer in. Space Mountain is terug dicht. Robin Hood is niet echt heel erg aangetast. Er zijn attracties die erger zijn aangetast. Laat het accepten. Zoals de Wonderworld aangetast. Waar zit je? Hier. Waar? Hier. Hier. Maar verschrikkelijk. Achter u. Ah, daar. De Wonderworld is aangetast door het virus. Piraten. Het kasteel kunt je niet meer in. Nee, dat heb ik net ook gezegd. Piratengebied is helemaal aangetast. Er is zelfs het ding is een monster geworden nu. Er gaat een dikke pompoen op de toren. Het is echt erg, jongens. Oh, wat weet je? Wacht, ik ga even naar een warp. Laat ik even naar warp Donald.
vandaan gaan. Want die is helemaal aangetast ook. En laten we even beginnen met dat hele pleintje hier. Laten we beginnen met dat hele pleintje hier. Draai maar over Riksel in de fik. De donorbaan is helemaal aangetast, dat ook in de fik. En ja, er zijn allemaal dingen... Ja, en ik had normaal nooit, lijkt me nu echt door al die lava en het vuur, ging echt niet een kleine lijkspijt. Dit is allemaal dus lava, ook bij de Space Mountain is alles lava. Het erger gedeelte is dat de hele vijver weg is. Of ja, niet weg, hij is gewoon uitgedroogd. Hier is normaal dus water in de fonteinshow. Wat hier wel gebeurt, dus de helikopter die normaal boven de vijver hangt, die ligt nu in de vijver. dat is niet gezien. Zo gecrashed. Die is neergestort, ja. Wat is dit ding? Wat de... Oh ja, dat is de waterniveau 1 februari, waterniveau 32 augustus 2019. Er zit nog een beetje water in. Er staat 2019. Ja. Dan heb ik waterniveau 6 september 1992. En als je naar beneden gaat, waterniveau na dorst. Het Sprookjesbos is ook één ramp. Het is alles kaal, jongens. Maar staat vol met mooie, dicht begroeide boompjes. En als ik nu even een snelle overzicht geef over het eerste stuk, je ziet dat het al onmiddellijk erg is. Oh nee, DPS. Het is echt, hij zit nu op de grond. Er loopt zelfs een zombie, jongens. Je loopt er weer eentje. Ja, dat zou zoals een creeper. Je kan je killen, jongens. Gewoon killen. Killen die handel. En dan steel ik de XP. En het onweert. Oh, waar is die? Man, die zit taai. Taaie tantes. Taaie, ja. En nog vlees. Ja, hè. Ja. Gisteren was ik level 5 en nu ben ik nowhere. Ik ben 25 nu altijd. Verse Donald Pons. Misschien heb je... Ik wil een hotdogje gaan kopen. Dat is oké. Laat even kijk naar het Pluto-rad, jongens. Het is toch niet... Dat is toch niet gezond? Het is fucking helemaal groen geworden. En... Ja. Oh. Het is een beetje beplant. Pluto is een monster in de fik. Die heeft een beetje te veel chili gegeten. Dat kan ook. Het huis van Up, waar we een tijdje geleden zijn geweest, is ook hier. Zijn we dus die wist ik niet dat hier was, het huis van Up. Jawel, die hangt hier in de lucht. Daar kunnen wij als VIP dan in. Dan kan je... Een schans begroeid met... En dan kan je hier in de shop het speciale VIP-shirt kopen voor 500. Daar hebben we er niet genoeg voor. Ik heb dat wel al. Dat is dit. En dat staat er ook bij. Ik dit officiële shirt. Er zit echt een verkoper in een vliegend huis, hè. Die is niet bang of zo, hè. Nee. Wat hebben we hier? Kabouterrit is gelukkig niet aangetast, of toch niet zo erg. Ik zie het dat er maar een beetje... Hoe lang hebben die... Nog Hazes, baas. Ja. Hoe lang hebben die hier aan gezeten om dit allemaal te maken? Ik weet het niet. De server is... wanneer was het? Woensdagavond is een livestream geweest. En ik wou joinen, omdat ik ook de livestream wou meemaken. En toen kon dat niet, zat ik in de fallback. En... ik ging in de livestream en in één keer viel de verbinding van Vincent weg en had mijn gaas de stream een beetje overgenomen en toen zei die op een gegeven moment, je kan over enkele minuten, over enkele ogenblikken kan je terug in de server. Toen joinen we terug en toen kregen zijn wij... mensen. En toen kregen we dit. Hier zijn, zijn mensen bij de Alice. Brecht en die van meisjeskin. Ja, er zijn meerdere, die hebben zo... Ja. Brecht is toch een jongensnaam? Ja. Ja. Ik kan weer kwaad. Laten we eventjes nog wat kijkje nemen. Er zijn ook dus 6 scare zones. Waar liggen die? Die liggen dus verspreid over het hele park. Ja. Het spawn is zo'n jumpscare. Scare zones, ja. Niet de jumpscare, de scare zones. De Toy Twister is een klein beetje ontspoord. Wat is ontspoord? De Toy Twister. Die is een klein beetje ontspoord. Hier is bij de parachute drop, hadden we net al gezien, is een bakje neergestort. Ook bij het grote reuzenrad waarop... Teleut is gewoon afgebrand. Reuzenrad, waar bij het reuzenrad is ook een bakje neergestort. Kijk, het derde hangen... Waar is het reuzenrad? Waarop reuzenrad. Het is echt neergestort. Gewoon boem met dat neergestort. Het is ook afgezet. Kan je er niet meer in. Het spreekt voor zich. Het spreekt helemaal voor zich.
Kreuzerad staat er toch nog. Ja, maar hier is een ding neergestort. Hier is een bakje. Oh. Bakje af. Hier aan deze kant. Hier is een bakje neergestort. Ik zie hem niet. Hier, aan de andere kant, heet je. Moet je zien. Oh. Ach, het is toch maar een klein bakje. Ja, willen jullie de dus voor VIPs? Nee, dat is afgesloten. Voor ja, VIPs, kijk, ja, je kunt erin, maar dan komt je op een gegeven moment in een bakje uit dat helemaal in de fik staat, dan ga je niet meer door. Oh. Daar kun je wel nog uit. Moet je even eruit lopen, dat is een ding. Voor VIPs die dreus gaat... Experiment 9, mislukt. Maar waar is de VIP-ingang voor Alice in Wonderland? Moet je even kijken, overvliegen over het station en dan een beetje links. Ik moet het nog een beetje leren, ja. Ja, ik weet het, ik moet nog een beetje leren. Voor de mensen die voor VIPs dan die treusrad fatsoenlijk willen zien, kom eventjes op mijn plot kijken, daar staat het ook helemaal opgebouwd. En nog intact, het is nog intact bij mij. Oh nee, niet start, ik moet het nog eerst openen. Wacht, hup, hup. Ja. Laat ik heel eventjes naar de scare zones overlopen. Scare zones, zijn het dus 6. Enrageren, hupsakee. We hebben dus de scare, wat is dit? Scare, ik vind die rare zo'n beetje moeilijk ook weer. Karretje komt. Scarecrow Farm, dat is dus de eerste. Dan heb je Clown Down, dan heb je The Circle of Death, Haunted Forest, House of Magic en Zombie Headcounter. Kan ik op de Alice meerdere karretjes inrangeren? Denk het wel. Want er is nu eentje vertrokken en nu is er nog een die binnen wil. Ik denk het wel. Ik ga nog eens rangeren. Ja, ik kom dus. Ik ga dit keer zo dus niet doen. Dat heb ik heb ze ook al allemaal voltooid. Als je ze voltooit, krijg je 25 coins. 25 x 6 is 150. Dus kan je lekker heel simpel 150 coins verdienen. Ook door de achievements halen, het zijn er 299. Moet je dat even maar 5 doen. Ik weet niet hoeveel dat is in mijn hoofd. Ja, 299 maal wat hè? 5. 5, maar dat is 290. Even uitrekenen. 1449 of zoiets. Ik weet niet. Nee, dat moet iets. Ja, iets over de 1000 coins kan je ook gewoon verdienen door al die achievements halen. Dat is heel makkelijk geld. Niet door gewoon te wachten. Onder 10 minuten krijg je uiteraard 5 coins. Maar kijk naar mijn budget jongens, ik heb 19.050 coins. Ook door alle achievements halen, door de skyzones te voltooien en ook door veel te spelen. En ook met events moet je aanwezig zijn, want dan zijn er meer coins dan normaal. Hallo. En wordt er heel vaak... Ik loop op de baan van de Alice. En dan wordt er ook heel vaak gespamd met coins. De Alice jongens, we gaan het wel doen nog, maar we gaan dat terug doen als de server terug... Als er een tekenvergif is en de server terug in orde is, dan gaan we de Alice pas terug doen. Even voor alle duidelijkheid. Ik vind de sfeer nu eigenlijk niet echt bepaald. Fijn nee, ik vind doen. Het ook zo dingen zo. Ik wist uiteraard van ja, Halloween komt eraan, maar dat zal nog wel even duren. Kijk jongens, de S van sprookjes is gewoon afgebroken. Allee, ik zit in een karretje, hoe kan ik eruit gaan? Moet je uit de server dan terug joinen. Je kunt daar niet op, ja. Moet wel eventjes zo. We gaan nog even een paar dingetjes bekijken, dan gaan we ook weer afronden. Die som in de gaten heeft dus alles aangetast. Ik ben nu bij de Wally. Ja, dat is nu zo heel veel lava en dingen. Dus de Nemo is gelukkig nog intact gebleven. Daar is hij gelukkig niet aan kunnen komen. Maar jongens, moet je eens kijken wat hij met de Wally heeft gedaan. De letters hangen krom, de L hangen op zijn kop. En Wally is zijn arm een beetje kwijt. Oh. Nee, hier ligt zijn arm ligt hier op de grond. En hij staat in de fik. Het is erg jongens. Gelukkig is de Wally shop, de kleine Wally is gelukkig nog in orde. Oh nee, daar staat een beetje binnen als gesierster. Space open. Ja jongens, bij de Wally vinden jullie dus ook het House of Magic. Dat is dus een van de 6 scare zones. Kom even niet in boven. Dit is een van de 6 scare zones. Hier eindigt het park wel. Aan de ene kant nu, als je hier als VIP doorvliegt, kom je uit in... Dit op dit grote blok, wat is dit? Dit is denk ik wel de Toy Story. Ja, dit is de Toy Story. We zijn dus terug hier op het grote plein van de studios. Welkom. En die is alweer weg. Nee, die is nog niet. Oh jawel. Nee, die is gejoined weg.
Wilt er nog iemand in de space? Er is er zelfs, kijk jongens, er stond vroeger, of kijk, dit is nog eentje die graag staat. De verlichtingspaal, oh, ik zat ook al krom. De verlichtingspaal voor het podium, deze is gewoon neergestort. Ik hoor een zombie, maar dat is deze medewerker. Ja jongens, het is erg. Alles is aangetast. Maar ik kan niet snel genoeg omroepen van de space om in een karretje te gaan als ik die aan het sturen ben. Dat is eigenlijk... Zo jammer. Haast onmogelijk. Jongens, kijk, de parade is gewoon ook weg. Hier stond vroeger, hier staat allemaal gezien de parade die hier de hoek omgaat. Maar daar hebben ze... die is weggegaan. Want hier is Kerzoon 1. Dat is dus die van de farm. Ik moet even kijken welke dat precies was. Ja, Scarecrow Farm, dat is deze. Ik raad audio aan jongens. Ik heb het nu niet aan omdat dat mijn copyright muziek is. Anders had ik het ook wel aangezet. Audio is gewoon nodig om eigenlijk nog meer in de dingen te zitten van Disneycraft Halloween. En anders, ja, er loopt zelfs een witch rond. Is dit Alice? Ja, Alice is een witch geworden. Hier staat ook een skeleton, dat is... ik weet niet wie dat precies was. Laat ik nog even hier als laatste door deze Main Street gaan. Helemaal bebladerd en de wegen zijn allemaal kapot. Zelfs hiervoor, jullie weten toch dat hier de toren staat met Mickey erop. Die is hier gewoon ingestort op een huisje. Oh, dat is ingestort op de dingen hier zelfs binnen. En dit is de dingen, hoe heet het? De speeltuin. Weet je wat ik heb, hè? Dit is de speeltuin. Altijd jellen. Ja. 1.7, hè, als ik dan bijvoorbeeld op Disneycraft zit, hè, dan gaat mijn handje, als ik naar ene kant kijk, dan doet hij ineens nee, dan gaat hij zo ineens zo gaan. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Maar jongens, jullie zien dus heel duidelijk wat de ravage is. Misschien hebben jullie het zelf al ontdekt, maar ik doe dit eigenlijk meer voor mensen die misschien ander op Disneycraft komen of gewoon geen Minecraft hebben. Dat ze toch weten van, oh, dat is er de schande. En dit, dames en heren, het onweert. Oeh, ja, in plaats van normaal was dat pling. En nu is het... Ah, ik heb het door. Dit is onze boosdoener, professor Negaas. Een dikke idioot is het. we gaan afronden, jongens. We gaan afronden, want meer heb ik hier niet te zeggen. We gaan hier gewoon staan op het dak van de... grote knop. Van de ingang, met de scarezones achter ons in zicht. Ik dank jullie wel voor het kijken, dank jij wel voor het meedoen. Van zodra het server terug in orde is... Gaan we met een nieuw systeem beginnen. Dat ga ik dan pas uitleggen. Nu niet, geen zin. Nee, je moet toch wachten. Ik ga het dan pas uitleggen. Ook bewust. En ik kies zelf de mensen met wie ik dat ga uitvoeren. Dus niet gaan zagen alsjeblieft. In de comments van mij niet gaan zagen. Van, hey, je kom je doen of zo. Niet gaan zagen. Dat om te beginnen. Dat systeem ga ik de volgende keer uitleggen. Disneycraft Halloween is nog tot een bepaalde tijd. Ik weet niet of de volgende aflevering 41, de map ook nog zo is. Of er is al een tegengif. Ik hoop van wel. Ik weet het zelf niet. We zullen het dan wel zien. Ik denk dat ze gewoon vanaf november, zo na Halloween, dat het weg is, denk ik. Ik denk het ook. Dus we zullen wel zien. Ik dank jullie dan nogmaals voor het kijken. Nog een fijne avond. En graag tot de volgende video. Later! Later!